bij een nieuwe video en vandaag laat ik zien hoe mijn make-up eruit ziet. Elke dag. Ik heb er super veel zin in en zo dat ik niet heb geüpload. Er was echt heel veel dingen aan de hand met mijn telefoon. Het deed het gewoon niet meer. Dus daardoor had ik niet heel lang niet meer gevlogd of filmpjes gemaakt. Maar nu lukt het gelukkig wel, want ik heb een andere telefoon. Een leentelefoon van mijn moeders neefje. En dus laten we snel beginnen. Als eerste moet je statie haar doen, want anders heb je het voor je gezicht en dat is niet fijn. En je haar voor je gezicht. En we beginnen met een concealer. Deze concealer is van de Essence. En deze is heel fijn. En het is een 16 Long Last Concealer. En dit is nummer 10, naturel beige. Het is gewoon naturel kleur en deze vind ik super fijn. En deze die verwerkt gewoon alles. Volgens mij heb ik maar 1 of 2 kleurtjes, maar het gaat zelf. Kijk, je bijvoorbeeld hier. Zie je, dat is dan een heel groot verschil dit. En dan doe je even zo. Nou, ik zie er echt helemaal niks van. Dus het verwerkt zelf naar je eigen huidskleur. Dus dit doe ik onder mijn ogen, want daar heb ik meestal wallen en dat vind ik heel irritant. Zo, ongeveer zo, dat vind ik. En dan doe ik het hier, waar ik straks bij blush op doe, want dan heb ik nog wat. Doe het hier, een heel klein stukje hier, die zie je bijna niet, zo. En ik doe het zo, en nog zo. Dus niet super veel, gewoon een klein beetje. En dan dip je dat weg, zo. En dan ga je dat helemaal steeds door tot het klaar is. Als ik de concealer goed heb uitgedept en gevreven tot naar mijn eigen kleur. Zoals je ziet. En dan ga ik verder met een poeder. En deze, want de concealer dat glinst nog een beetje. Dus ga ik het even mat maken. En dat doe ik met de Fresh Mine Rose. Ja. Dus die ga ik opdoen. En dan pak ik een poederkwast en dat is van Mia Moore. En deze doe ik op mijn gezicht. En ik heb een spiegeltje hier. Maar eerst klop ik het altijd af, want soms zitten er stukjes in. En dat is super vervelend als het op je gezicht komt. Dus dat doe ik zo. En dan valt het gewoon op de grond ergens. Zo, en nu ga ik het op mijn gezicht doen. Zo, dat is wel ook weer goed. En dan ga ik verder. Ga ik beginnen met mijn ogen. Ik doe eerst een nude look oogschaduwpaletje. Voor een nude look van de Max & More. En deze kan ik bij de Action halen. En ik zei dat die wel goed was. Dus ik ging het proberen. Hij is wel redelijk. En ik ga dan deze gebruiken. En dat is gewoon een basic laagje. Gewoon een nude. En dat ga ik dan met. Vuur weer alles om. Ga ik met deze doen, want die gebruik ik daar steeds mee. En dat is ook van de Mia Moore. En deze vind ik heel fijn. En dan gebruik ik weer even een spiegeltje. Dan doe ik gewoon. Oh nee, even hier helemaal. Maar dit is gewoon puur voor de basic laagje. Alles goed te blijven opzitten, zeg maar. Zo, dat heb ik gedaan. En dan ga ik beginnen met mijn eyeliner. En deze is van de Essence. En deze vind ik super fijn. En deze ga ik opdoen. En dit is gewoon een zwart kleurtje. Ja, als je vraagt wat is dit, is gewoon een moederkleur.
Ik kon heel lang en ik vind hem heel lelijk. Die ga ik dus opdoen en dat doe ik gewoon hier. Heel niet te dik en af niet te dun. Kom in de kant. Ik heb dus de eyeliner op, zoals je ziet. Ja, ik had hier even gedaan voor. Doe ik meestal. En nu ga ik beginnen met weer met de oogschaduw. En dan ga ik nu een andere oogschaduw kortje gebruiken van de Mia Moore. Dat is echt voor de kleurtjes gebruiken, voor de glitterkleurtjes. En dan ga ik het kleurtje rose gebruiken. En dat is deze rose en met iets donkere rose. En deze, als je die ziet, die kwam er ook zwart doorheen. Die ga ik gebruiken. En die ga ik gewoon op mijn ogen doen. En misschien vraag je je af, hoe ga ik dit dan doen? Ik doe gewoon zo. Dan doe ik gewoon zo. En dan doe ik het gewoon op mijn ogen. Dus nog een keer zo en zo. Dan doe ik op mijn andere oog. Soms doe ik dat zo naar van licht naar donker, maar dat ga ik vandaag niet doen. Want ik weet niet, dat lukt niet altijd. En ik was bang dat gewoon niet lukte. Zo, dat heb ik gedaan. En dan ga ik verder met de mascara. Ik ga verder met de mascara. En deze mascara heb ik van de Essence. En deze vind ik super fijn. Want het is Deep Black Volume Mascara. En gewoon heel fijn. Het is in het kleurtje een beetje mintgroenachtig. Dan donkerder. En deze vind ik super fijn. En je had ook deze, maar dan in het persiekleur helemaal. En dan was dit dan eigenlijk hetzelfde, alleen dan het kwastje anders. En dat kwastje vond ik niet zo fijn. Die was heel erg dik, dus ik heb deze gedaan. Dus die ga ik opdoen en dan ga ik gewoon... Maar het kan zijn dat ik een beetje een gekke bek trek, maar dat komt gewoon omdat de meeste mensen die mascara op doen, die trekken een beetje van, dit is zo'n gezicht. Zo. Andere kant van de bovenkant. Zo. En dan ga ik beginnen, dan ga ik naar mijn onderwimpers. En dat is gewoon helemaal niet troos. Ik vind het heel eng, maar het valt echt heel erg mee. Want een vriendinnetje van mij, mijn beste vriendinnetje, vindt het heel eng. En ik vond het eerst ook heel eng, maar toch lukte het. Ik ging het gewoon proberen. En lukt het gewoon. Zo, ik heb mascara gedaan. En nu ga ik verder met mijn wangen. En met mijn wangen ga ik deze blush gebruiken. En het is de Perfect Touch. Perfect Touch blush. En deze heb ik gehaald bij de Big Bazaar. En die vond ik wel fijn. Want een vriendinnetje had die genomen. En het zag er super mooi uit. Dus die ga ik opdoen. Toch een beetje. En dan klop ik weer af. Want het kan altijd stukjes op zitten. En eerst had ik super veel opgedaan. En van, dat twijfel ik. Dus nu doe ik wel minder. En ik heb een tip. Soms weet je niet hoe je het moet doen. Sommigen doen zo. Maar ik doe dan. Ik ga dan lachen. En precies die bolletjes. Daar moet je het op doen.
dit heb ik opgedaan. Was dit terug. En omdat het soms een beetje te is, doe ik ook nog even zo. En dan ga ik verder met het volgende. Nu ga ik verder en ik ga verder met mijn lippen. En om te beginnen om te doen, dan moet ik heel even... Oh, ik zie dat ik er niet erbij heb. Dan ga ik pak heel even mijn lippenbalsem bij. Ik heb hem gepakt. En deze lippenbalsem is van de O'Lily. En deze is super fijn. Echt zo'n lippenbalsem. Hij is niet meer super goed van vorm, maar ik hem heel vaak heb gebruikt. Kijk maar. Dus die ga ik opdoen. Want ik heb dan een beetje soms kapotte lippen. En dat is dan niet heel fijn. En dan laat je het even intrekken. Dat doe je ongeveer een minuutje of twee. En dan kan je verder met de lipstick. Nou, het is 2 minuutjes later. En ik kan verder, want dit is goed ingetrokken. En dan ga ik verder met een lipstick long lasting. En dat betekent dat het lang blijft zitten. En deze van de DA. En het staat voor een lange houdende kleur. En deze van 307. En deze vind ik heel mooi. Ik had eerst een andere, die vond ik nog mooier. Maar helaas kon ik die nemen omdat die weg was. Maar het is dit kleurtje. En het is echt een donkere roze kleur. Maar hij staat heel mooi, vind ik. Dus die ga ik nu opdoen. En nu, kijk, ik heb geen nagellak op. Prachtig. En nu ga ik ook boven. En dan ga ik met het puntje, dat is speciaal voor gemaakt volgens mij. En dan ga ik heel even een lijntje maken. En ook wel een cupido lijn. Want boven is gewoon heel moeilijk te doen. Stel hem toe. En nu ga ik gewoon. En dat is dan mijn lipstift. Even kijken of ik klaar ben. Ja, ik ben klaar. En ik vind dat het super goed is gelukt. Ik ga nu mijn haar even los doen. En dan pak ik een heel lekker luchtje. Ik zal hem even pakken. En het luchtje is van de Victoria's Secret. En deze is heel fijn. Het is de oranje kleurtje. En het is de Passion Struck. En deze is heel fijn. Ik heb ook een andere. En dat is de Total Actrum. En deze is ook heel lekker. Maar ik vind ze allebei heel lekker. En ik ben echt fan van Victoria's Secret. Ik heb er heel veel van. Ik heb ook heel veel tasjes ervan. Dus deze ga ik dan opdoen. Als je het kon ruiken nu, dan zou je echt zijn ook denk ik meteen kopen. Deze doe ik op. En deze is het dan. En hij is super fijn. Zo. En ik ben dan klaar. En het resultaat vind ik echt heel erg mooi. Dus ik ga er zeker van genieten. Nou, dit was het dan. Bedankt voor het kijken. En hopelijk vond je het leuk. Vergeet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. En dan zie ik bij een volgende video. Dus doei!